en welkom bij deze Meemkes video. Vandaag gaan wij reageren op Denniske memes. En mocht je het nog niet weten, ik heb recent een eigen subreddit gekregen. En op deze subreddit kunnen jullie dus memes plaatsen die te maken hebben met mij. En dat hebben sommigen van jullie gedaan. En met sommigen bedoel ik... De subreddit heeft 55 subscribers. Dat is niet heel erg veel, dus er zullen niet heel veel memes op staan. Het voordeel daarbij is natuurlijk wel, we hoeven niet heel lang te zoeken voor de beste memes. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar ja, dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Ik heb het eigenlijk totaal niet gepromoot. Dus bij deze, mocht je mijn subreddit nog niet volgen of subscribe zijn of hoe de fuck dat mag werken, ga dat doen. Gooi er een paar prachtige meme's op over mij. En leef je uit, zou ik zeggen. In ieder geval, we gaan vandaag eens even kijken wat hier allemaal opgeplaatst is. En het begint al goed. De eerste meme die ik zie, ook al is die waar, heeft letterlijk niks met mij te maken. En dat is dit. Ja. Ik hoef het denk ik niet uit te leggen wat hier gebeurt. Dus, weet je, het is allemaal wel leuk. Weet je, het is een goede meme, maar het heeft niks met mij te maken. Dus... oh god. Dit is te real. Oh god. Ook wel echt een... Ik wil weten waar die afbeelding van komt. Waar komt deze afbeelding van? Merch maken. Geen merch maken. Excuus verzinnen om het niet te doen. Pretty much. Je wil niet weten hoeveel geld ik had kunnen verdienen als ik rond mijn GTA Prime gewoon random merch had uitgebracht. Ik had dat toen gewoon echt moeten doen, maar ik dacht, nee, ik wil mooie merch maken, iets waar ik trots op ben. Vervolgens zijn we 4 jaar verder en heb ik nog niks. Dus, goed bezig. Maar, ja, merch, dat is echt een meme dingetje bij mij inmiddels. Echt, fuck sake, hoe vaak ik daar al over ben begonnen. En nogmaals, ik ben ermee bezig, oké? Okay? Ik ben ermee bezig. Er is alleen niks. Dennis, onschuldige game. YouTube demonetized. Reactievideo demonetized. Update video demonetized. Ik ga live op Twitch demonetized. Is dit een... Er zit een kern van waarheid in. Niet helemaal. Ik heb wel inderdaad gehad dat video's waarbij ik had gezegd van... Ah, ik ben live op Twitch. Werden gewoon gedemonetized. Like, what the fuck? Come on. In sommige van die video's werd letterlijk geen woord gezegd. Hè. Was het alleen een linkje in beeld. En dat was demonetized. Like, what? Maar de reden waarom ik niet fulltime kan is gewoon simpel. De nummertjes zijn te laag, jongens. De aantallen zijn te laag. Het spijt me zeer. Allemaal leugens. Kijk eens, wanneer weer GTA en Fortnite? Dennis, niet. Ben er klaar mee. Also, Dennis. Dat is allemaal een maand geleden. Dan ben ik er toch klaar mee. Laten we eerlijk zijn. Come on. Come on. Dit is niet recent. Als je dan op zijn minst een recente video had gepakt, wat had je kunnen doen. Ik zal even voor de grappers kijken. Wat was de laatste GTA-video die ik heb geüpload? Want dat was op zich nog een heel recente. Dat was een week geleden. Had dan op zijn minst die auto of die video gepakt. Maar nee, je pakt een video van een maand geleden. Een Fortnite-video komt er ook binnenkort weer aan. Ook weer creative. Ik speel geen Battle Royale meer. Maar, ja. Weet je, je moet dit eigenlijk anders formuleren. Kijkers, wanneer weer GTA en Fortnite? En dan vervolgens die aantallen van die video's laten zien. Huh? Mensen vragen wel om GTA en Fortnite, vervolgens upload ik het, wordt het niet gekeken. Wat wil je nou van me? We kunnen op zijn minst dit in trending laten gaan. YouTube trending, Dennis. Let me in! Let me in! Pretty much. Oké, wat hebben we hier? Outlast. Meh. South Park. IO Games. Dit en GTA 5. Wat probeer je nou mee te zeggen? Leg het eens uit, poepzakje. Ik denk dat het fout gaat bij je naam, maar wat probeer je nou in hemelsnaam mee te zeggen? Wanneer zijn kanaal weer tot leven komt? Too real. Het is op zich wel typisch. Dit is 2 à 3 weken geleden. Toen zag ik weer echt een duidelijke stijgende lijn. Echt alles begon weer allemaal goed te lopen. En ik dacht, yes, er is weer hoop. En letterlijk een week geleden... Poof, mijn kanaal is weer dood. Echt... Wat? Ik weet niet wie deze meme heeft toegelaten, maar die moet even op het matje komen. Want er is zoveel fout in deze meme. Ten eerste, verschrikkelijk slechte meme. Als de tandarts vraagt of je wel eens flost. Oké. Okay. Tweede, ik heb een hekel aan het kind. Ik kan dat kind echt niet uitstaan. Dus snel door naar de volgende. Mag deze er ook op? Het is wel grappig, dus beter lach maar.
Therapist. Cauliflower dog isn't real. It can't hurt you. Cauliflower dog. Doe me een beetje denken aan mijn Photoshop-serie. Het is op zich wel een goede Photoshop, maar waarom? Wat heeft dit met een bloemkool te maken? Ik weet dat dat een bloemkool is, maar... It can't hurt you. Wat? Oké, okay. Nu gaan we snel door. En wanneer je moet kiezen tussen GTA 5 of race games? Race games! Weet je wat het is? Same thing. Same thing. Wat jullie allemaal willen is dat ik GTA 5 race video's maak. Komen we toch weer terug bij race games? Ja. Ik heb geen titel. GTA 5? Ah! Race games? Ho! Dit is in principe dezelfde meme als hierboven, maar in een iets ander format. En ja, weet je wat het is? Ik wil best GTA uploaden, maar als ik het upload, dan wordt het toch niet gekeken. Dus ja. En race games, ik ben het ermee eens. Ik upload momenteel heel veel race games. En ik wil dat wat gaan minderen. Ik heb komende week andere video's klaarstaan om online te komen. Dat zijn geen race games. Dus we gaan het proberen om het weer een beetje recht te trekken. In plaats van alleen maar racing content. Maar daar ben ik me van op de hoogte. Dus komt goed. Oké. Okay. Een meme in deze subreddit plaatsen zodat er wat activiteit is. It ain't much, but it's on its work. feels bad. Ja, weet je, het is. Ik moet dit promoten. Dus hopelijk dat deze video daarin helpt. Ga naar mijn Reddit / memekes en gooi er wat troep op en leef je uit. Oké. Okay. True facts. Weep channel. Tegen Josh zei ik dat we hashtag praat gebruiken voor weep stuff. Dat is bullshit. Ik heb sowieso nog nooit iets daarover tegen Josh gezegd, want I couldn't care less. Als het aan mij ligt, is er letterlijk maar één channel waarop jullie van alles kunnen pleuren wat je maar wil. En leef je uit, als het ware. Maar, mij boeit het echt niet. Echt niet. Als er één iemand is die zich daar druk om maakt, is het waarschijnlijk Josh. En voor iedereen die totaal niet begrijpt wat hier bedoeld wordt, dit heeft te maken met een Discord-pagina, of Discord-channel eigenlijk. En volg je die ook nog niet? Link in de beschrijving. Staat een linkje naar Discord. Kan je joinen en niks doen. Anime channel. DSK server. Nee! Nogmaals. I don't care. Mij is niets verteld, hè. Als het aan mij ligt, ga je gang. I don't care. Is dit een interessante titel? Ja, het is een heel erg nietszeggende titel. Oh yeah, baby. Tell me what you want. Talk to me like you're a fucking idiot. Meer abonnees voor Dennis. That's perfect. Wat is er met dit format? Echt alles wat ik zie is dit fucking format. Samenwerken met andere YouTubers. Alleen video's maken. Weet je wat het is? Ik heb geen connecties met andere YouTubers. Ik probeer die connecties te leggen, maar iedereen negeert mij momenteel. Dus ja. Dan blijf je alleen over, hè? Maar nee, even... Even serieus, ik wil wel met andere mensen samenwerken. Ik heb al mensen gecontacteerd, maar... Ja, eigenlijk, zoals ik net al zei, mensen reageren niet. Feels bad, man. I ain't relevant. Waar, oh waar, heb ik dit format gezien? Echt, hoe vaak die is teruggekomen is echt insane. 1, 2, 3, 4 en dan dit dan de vijfde. Oké, we hebben hier nog eentje. Dennis zijn YouTube leven. Dat ben ik blijkbaar. En een gemonetized video loopt voorbij. Dat ziet er leuk uit. Kom er achteraan en YouTube zegt no. Maar afblijven jij. Dus ja. Was dit niet van die Gillette video trouwens? Echt die retarded video. So bad. Dennis tijdens het openen van zijn wheelspins. Oho, $100,000. Oho, $2,000. Nee. Hetzelfde hoedje dat hij al 10 keer heeft gekregen. Pretty much. Moet ik eerlijk toegeven dat het mij nooit opvalt of ik kleding al wel of niet gehad heb. Want het lijkt allemaal op elkaar. Dus dit vind ik eigenlijk nog wel erger dan kleding. Die $2,000. Bij kleding ga ik er altijd maar vanuit van, oh, dat is nieuwe kleding. Die heb ik nog niet. Maar meestal is dat niet het geval volgens mij. Maar Eerste meme. Oh, fuck. Dennis. Dennis zijn oude kijkers. Haha, kaartje. Je kanaal is dood.
Feels bad, man. Feels bad. Het is ook gewoon too real. Too real. Politiek. Ik wil het niet in deze video over politiek hebben, maar... So real. Ik weet niet meer in welke video dat was, maar... ja, dit was wel echt gewoon precies wat ik zei, inderdaad. Ah, prachtig. Maar dit zijn alle memes van het moment. Zoals je kan zien, het zijn niet de beste memes. Er zijn er op zich nog wel redelijk een paar leuke tussen waarvan ik wel een beetje heb moeten chuckelen. Want... Dat is wel lachen. Maar ja, nou is het eigenlijk heel aan jullie om deze pagina geheel nieuw leven in te blazen. Want ja, tot op heden heb ik er eigenlijk nog vrijwel niets over gezegd. Dus ik verwacht nu, bij de eerste volgende video die ik hiervan maak, dat er op zijn minst 55.000 subscribers zijn. Nee, maar even serieus. Mocht jullie graag memes willen maken over mij, dan zou ik zeggen, leef je uit. Gooi er gewoon wat leuke memes op. Mag in principe alles zijn, zolang je er maar een klein beetje respectvol houdt. En ik kan veel hebben, dus in die zin, I don't care. En dan ga ik het hierbij laten, dus hopelijk heb je genoten van deze, hopelijk, interessante video. Leuke video, I don't care, I don't know. Maar voor een leuk, laat sowieso een like achter, abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk tot ons snel, houdoe hem.